Ik ben Simone de Rijken en ik onderzoek hoe automatisering ons ingenieursvak kan versterken. Ook realiseer ik die constructieve automatiseringen voor een toekomst met betaalbaardere en duurzamere infra. Nederland staat voor grote uitdagingen. Denk aan het klimaat, de vervangingsopgave en een tekort aan technici. Wij pakken dit aan door met automatisering werk van maanden naar uren te brengen. En door ook nog eens te optimaliseren, worden onze ontwerpen duurzamer en betaalbaarder. In mijn dagelijkse werkzaamheden werk ik met een team van jonge ingenieurs en senior experts om tools te ontwikkelen voor automatische optimalisaties. Daaromheen ben ik juist ook bezig met de vraagstuk omtrent digitalisering. Denk aan de mens, borging van constructieve veiligheid en kwaliteit. Genetisch ontwerpen is een vorm van automatische optimalisatie waarbij we eigenlijk lering trekken uit de natuur, namelijk genetica. Een constructie heeft ook genen, die noemen wij parameters. Wat wij doen is wij gebruiken kunstmatige intelligentie om een parametrisch model aan te sturen. Die evolutie vindt dan plaats en convergeert naar een optimum. Wij gebruiken deze methode al voor de funderingen van open moten, tunneltoeritten. Een ingenieur weet dat onder zo'n open moot vele palen komen te staan. Er zijn miljoenen varianten mogelijk om daar een optimum in te vinden. Voor de mens is dat onmogelijk. Die is gebonden aan projectkaders. Denk aan budgets, denk aan deadlines. Met genetisch ontwerpen hebben we al ontworpen binnen projecten. In een van deze projecten hebben wij met 20% CO2 kunnen besparen. Ook wisten we 30% aan kosten te besparen. Hierbij staat vooraan dat de ingenieur onmisbaar is in dit proces en dat de automatisering enkel een hulpmiddel is. Wat ik zo leuk vind aan mijn vak is dat we nu echt met het team een hele nieuwe werkmethode hebben gevonden. Het is echt een verdieping op het ingenieursvak. Ook blijkt dat het echt impact heeft op onze ontwerpen en op de uitdagingen van Nederland.